Welke vrijheid krijgen jullie dan eigenlijk in het maken van keuzes? Of wordt daar vanuit Scalda dan ook wel weer in meegekeken dat je bepaalde dingen moet doen? Julia, misschien voor jou? Nee, je moet eigenlijk niks. Maar ze geeft wel advies. Want als ik niks doe, dan kom ik ook niet verder. Dus moeten vind ik altijd zo'n groot woord. Ze zeggen echt niet tegen je van je moet nu dit afmaken of je moet nu dat afmaken. Maar ze kijken echt naar wat je hebt behaald en wat je aan het doen bent. En dan geven ze een advies van hey, misschien is het slim dat je Nederlands gaat examineren, want je hebt daar al zoveel voor gedaan. Ja. Dus ja, het zijn meer adviezen in mijn ogen. Ja. En wanneer krijg je die adviezen dan? Is dat dan ook dat driehoeksgesprek of het gesprek met je praktijkopleider en coach, vermoed ik? Ja, dat is dat driehoeksgesprek. Dat heb je. Ik heb dat nu elke week. Mm-hmm. Omdat ik dat nodig heb, omdat ik bezig ben met mijn examens. Dus elke week kijken we even naar mijn voortgang. Wat heb ik gemaakt? Wat heb ik geleerd? En wat is nu slim om dan verder op te pakken?